listen to their song. Nothing ever changes. We zijn altijd op zoek naar rare initiatieven die wij zien op het internet. En die vooral gaan van hoe maak ik of mijn land bekender of hoe maak ik mijn stad bekender. Nou, er zijn voldoende voorbeelden van die dat kunnen. We kwamen een bijzonder initiatief kwamen we tegen. Het Zweeds Verkeersbureau. Hebben jullie het ook gezien in de Volkskrant vorige week? Even Zweden bellen? Nou, dat gaan we dus dan gewoon doen straks. Gaan we even Zweden bellen. Het werkt zo. Als Zweeds zijnde download je een app. Waardoor je zegt van, joh, iedereen uit de wereld mag mij bellen. En ik heb een positief verhaal over Zweden. Dan gaan we straks een linkje leggen naar Schiedam. We gaan even kijken hoe dat dan werkt en hoe dat eruit ziet, waarom dat is. En of we die molens hier net zo mooi tevoorschijn kunnen halen als ze daar de toendra doen. You will soon be connected to a random Swede somewhere in Sweden. Hello, Sweden speaking. Ja, hallå? I know a club. You'll love it. It's morning here. Yeah, I know a lot about hunting, fishing and moonshining. That's how we do it. It's easy. Bye-bye. Thank you for calling, Sweden. En 5000 Zweden hebben die app al op hun telefoon. En dan gaan we nu gewoon even testen wat er nou gebeurt. In mijn steenkolen Engels natuurlijk. Maar ja, je hoeft tenminste geen Zweeds te praten. Dus, nee. Dat kunnen we. Kom op, dan gaan we. Het gewoon proberen. Wat doen ze gek, zeggen ze dan. Hè? Hoe ouder, hoe gekker. Misschien, het is toch dezelfde tijd, hè, Zweden nu? Geen uur later? Sweden.
You will soon be connected to a random Swede somewhere in Sweden. This call may be recorded. Wat ga je vragen eigenlijk? Weet je dat geen al? Geen idee. Ze gaan vroeg naar bed daar. Vragen of we kunnen FaceTimen. Ja. Ook, ja. Dat zou nog beter zijn. We merken nu dat het niet werkt. A lot of people are calling Sweden right now. Oh. Soon, a random Swede will be ready to take your call. IKEA, IKEA, je kent ze allemaal natuurlijk. Het nummer is in 2 dagen ruim 15.000 keer gedraaid. De meeste bellers komen uit de Verenigde Staten, 31%. Turkije, 17%. En op de 3e plek Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Dus je hoort het. We staan gewoon in de rij, we staan in de wacht. Sweden speaking. Hi. Hello. 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 This is Sweden speaking. This is Marco speaking. Hello. Hello. You hear me? Where are you? Yes, I hear you. Do you hear me? Yes, I hear you quite well. Okay, thank you. We're calling from Holland. Where are you calling? We're calling from Holland. Holland? Yes. Ah. I'm a host in a talk show, and you are live now in this talk show. Okay. Okay. Surprise, surprise. Yeah. Yay! I'm you guys. You believe me now or not? Yes, we have some I have some question for you. Is that okay? Yes. Okay. Why have you downloaded this app, and what is the reason for that? I'm curious about people around the world, and somehow I think it makes me think more about my country and more appreciation for my country and learning to my country and learning about other peoples. I don't know if it doesn't make sense, but it's one way to figure out more about me and my country and other countries. Okay. I'm a social type. Okay. Can you say you're very proud of your country? Is that something typical Swedish, or because if we say here that you're proud of your country, people have mixed feeling about that saying. But is it normal to say that you love your country, or? I love people. Okay. Oh. I love Sweden, but I love. I think people. I love you too. I love you too. can no, you FaceTime? You can see the mood voice. May I ask you something? Hi, I'm Marianne. Yes. I'm from Holland. Hey, I'm from Schiedam. Hello. Have you any ideas of Holland or Schiedam? I've been in Holland, but never there. I've been in only in Amsterdam and Schiphol. I've been in Amsterdam for a few days, but landed several times in Schiphol. Like 99% of all the people who are coming to Holland, they all visit Amsterdam. And Schiedam is such a nice place to live. It's a beautiful city. I really like it. It's a very inspiring city. Uh-huh. The architect, and it's a good buzz there. Okay. And in which city are you living, by the way? Gothenburg. Gothenburg. Dit kost ook heel veel geld. Thank you very much for your interview. We have to quit. Thank you very much. We have a floor manager who is very straight, so he said I have to stop. Yes. I think a big cheer from the nice from the evening. Audience. Hey. Thank you very much. Have a nice evening. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Nou, het is natuurlijk mijn microfoon doet het gewoon, hè? Maar kan ik deze meenemen? Ja. Ja, want Zweden is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat gedaan hebben. Maar wij hebben in Schiedam hebben we ook een soort gelijk project. En dat was proefwonen in Schiedam. En ik zie Jeannette al rechtop gaan zitten. Nee, ben je niet bij betrokken geweest?
Maar proefwonen in Schiedam, ik weet niet of jullie het concept kennen. Dat was mensen in Schiedam, Schiedammers in het centrum meestal, denk ik. Die konden dan hun huis beschikbaar stellen of een kamer beschikbaar stellen. En daarin werden dan mensen uitgenodigd om te logeren voor een weekend. En zo konden ze de stad leren kennen. En vorig jaar heeft dat plaatsgevonden en dat was volgens mij wel een succes. Maar we hebben de wethouder van wonen en stadspromotie in de zaal zitten. Wil je naar voren komen, ja? Alexander van Steenderen, gelukkig improviseert hij mee. Zat hij aan? Hoop ik. Ja, oké. Nou ja, dat proefwonen die je zei, was een succes. Ja, nou ja, ik vond het wel een heel succes inderdaad. Je merkt toch, het was een eerste ervaring. Maar toch ook dat je weer herkenning ziet dat mensen voor het eerst Schiedam ontdekken. En ook tegelijkertijd, wat ik ook zag in een hele beweging, dat steeds meer mensen zich aanboden uiteindelijk. Van, oh, kom dan maar bij mij slapen of hier of ik weet nog wel iemand. En uiteindelijk zijn er ook wel een aantal mensen ook wel echt verhuisd hierheen. Ofwel, ze weten ons vaak te vinden. Dus wat dat betreft was het geslaagd. Ja, hoeveel mensen deden eraan mee? Weet je dat precies? Als ik uit mijn hoofd deed, zo 25 uiteindelijk. Dus dat is voor een eerste begin. En ook gezien ook dat het een ludiek idee was, inderdaad, denk ik dat het op zich een geslaagde actie was. En daar kunnen we verder op voortbouwen. Ja, prima. Wat vind je van het idee van Zwedenbellen? Wat is dat iets wat we dan. We hebben al Schiedammers maken. Kunnen we Schiedammers bellen? Ja, nou, ik zat wel, toen ik vanmiddag werd gevraagd inderdaad, van ja, is dat ook een initiatief voor ons? Ik denk dat we allemaal wel iets hebben van, of in ieder geval dat we op zoek zijn naar Schiedam ambassadeurs, om het zo maar te zeggen, die wat vaker gewoon durven te vertellen hoe mooi en prachtig we het hier eigenlijk hebben. Ik bedoel, afgezien van de historische binnenstad, ik bedoel op cultureel gebied, deze avond is daar weer een mooie toevoeging voor. Snapshot trouwens, gaan allemaal. Maar op al die dingen die je ook bijvoorbeeld in septembermaand ziet, er gebeurt hier ongelooflijk veel wat gewoon. Is echt de wethouder van toerisme. Okay. Ja, nee, maar wat gewoon echt volgens mij iedereen moet weten. En als je die onbekendheid weg kan zou kunnen nemen, inderdaad, met eventueel een zo'n nummer of een app. Maar ik zat ook te denken, inderdaad, van ja, misschien moet je daar meer specifieke mensen aan koppelen. Of misschien moet je gewoon eens zeggen: heb eens een date met een Schiedammer. Of gaan ze wonen bij een Schiedammer. Weet je wel, iets en zo. De dingen dat ik zie wel wat mogelijkheden. Okay. Ja. Volgens mij zijn er mensen die mee willen doen aan dit project. Want we gaan gelijk van start dan. Vingers wil ik hebben. Wie doet er mee? Yo. Twee en Janine. Tuurlijk. Oké, okay, daar achterin. Ja. 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 Oh ja, 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 ja. Ja, oké. Okay. En telefoonnummers ook? Ja. Prima. Nou, oké. Okay. Nou, dankjewel. Oké, okay, niks aan. But you don't say why you want to go home tonight. You won't fade when it's raining harder. You won't fade. You don't say why you want to go home tonight. You won't fade when it's raining. Luc is regelmatig op tv, want hij was in 2015 het talent van het jaar. Hij is veldrijder, mountainbike crosser. Hè, dat zijn twee disciplines die door elkaar lopen. En Marcel is zijn trainer, maar eigenlijk algemeen triathlon trainer. En hij heeft zich gespecialiseerd in door eigenlijk de vorderingen van Luc in het fietstrainen. Luc, jij moet ook nog naar school. Ik wilde met jou beginnen. Is dat een beetje te combineren? Want we kunnen toch wel zeggen dat jij eigenlijk topsporter bent. Maar ja, je staat hier nu. Maar misschien moet je straks ook nog huiswerk doen. Hoe zit dat, die combinatie school-topsport? Ik zit op het VWO, op Zwieringzoek. En
soms komt het niet heel erg goed uit. Alleen dan neem ik het altijd mee naar de wedstrijden. En dan gaan we met de camper. En dan kan ik het ook in de camper maken. En als we bij de wedstrijden zijn, dan moet ik soms ook gewoon even tijd maken om huiswerk te maken. Dat gaat tussendoor gewoon. Ja. Oké. Kun jij een beetje beschrijven hoe zo'n werkweek voor jou er dan uitziet? Op maandag natuurlijk naar school. En dan daarna ga ik uitrijden van de wedstrijden om mijn benen een beetje weer los te krijgen. En op dinsdag ook weer na school trainen. En dan op woensdag mountainbike trainen. En op donderdag ook weer trainen. En vrijdag dan niks. En dan zaterdag, zondag wedstrijd. En als je dat in uren inschat, hoeveel uur zit jij dan ben je aan het sporten? Rond 12 uur. 12 uur per week? Ja. Oké, dat is heel fors. En dat is nog zonder de wedstrijden? Volgens mij wel. Oké. En het school doe je dan tussendoor? Ik bedoel, school, gaat dat wel goed eigenlijk, vader? School gaat heel prima. Ja? Oké. Ja, spiering zoeken, heb ik gehoord. Ja. Oké. Moet jij hem hebben? Ja, want deze doe ik niet, word ik van de chef. Dus we moeten het even zo doen. Marcel, jij bent trainer, maar ook vader. Ik kan me voorstellen, zeker gezien de leeftijd, 14, 15, je bent bijna 15 geloof ik. Ja. Gaat dat wel goed samen? Wordt af en toe moeilijk, maar het gaat goed. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, kijk, ik ben al heel lang trainer, voordat Luc kwam. En Luc is opgegroeid met sporten. En eigenlijk overal waar hij ging sporten, zijn wij, zijn moeder geeft ook training, zijn wij training gaan geven. Dus hij ziet ons ook echt op dat moment als trainer. Soms loopt dat wel even. In het begin was dat moeilijk. Maar nu, hij weet gewoon dat wij zijn trainers op dat moment. En dan kan je niet zeggen van, ik wil vooraan staan, want dat is mijn vader of mijn moeder. Zie je hem dan ook als zoon? Want of is hij ook een pupil dan van je? Of hij is sowieso een pupil van me, maar ik hou hem ook in de gaten als vader natuurlijk. Ja. Luc, ik wilde jou nog vragen, waar sta je nou precies? Want je bent 15, zullen we maar voor het gemak even zeggen. Je zou een sprong kunnen maken. Je zit denk ik bij de Nederlandse top qua in jouw leeftijdscategorie. Maar wat is het plan? Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb nu de kans gekregen om bij Laris tot Cini Cycling Team voor 4 jaar te rijden. Dus ik heb nu voor 4 jaar een contract. En dan is het eigenlijk steeds, omdat je 2 categorieën zeg maar, met 2 jaar hebt. En dan is het steeds eigenlijk het doel om in het tweede jaar eigenlijk te presteren. En dan in het eerste jaar te leren vooral. En ja, nu ben ik vooral aan het leren en dan volgend jaar probeer ik te presteren. Alleen, ja, het duurt nog allemaal heel erg lang, dus eigenlijk kan je er niet heel erg veel over zeggen. Maar dat betekent dat je volgend jaar eigenlijk een beetje wordt afgerekend. Voel je dat ook zo? Is dat dan een zwaard dat boven je hoofd hangt? Of zeg je van, dat zullen we dan wel zien? Nou, het is niet echt dat er heel erg veel druk op zit. Want ja, ik vind het super om zelf ook eigenlijk vooraan te rijden. Maar ja, straks dan, nu hoeft het nog niet, straks moet het. Ja, alles moet, nou, niks moet, alles mag. Nou, dat klinkt heel relaxed, ik hoop dat je dat volhoudt. We hebben ook wat beeld van Luc. En Marcel, misschien kan jij iets over de training zeggen. Wat voor trainingsvormen doe je nou bijvoorbeeld? We zien hier Luc in een sprong met het mountainbiken. Hoe pak je zo'n training aan? Want je bent ook trainer bij Westland Wil Vooruit. Wat voor opbouw zit erin? Wat voor oefeningen doe je? En misschien kunnen we, vraag ik aan Jorik, dan straks even dat filmpje met die trapbeklimming starten. Nou ja, kijk, ik ben in principe jeugdtrainer daar. En Luc is een van de jeugdleden. En ja, je begint in de winter al voorbereiden voor conditie voor op het wegseizoen. Of voor het mountainbike seizoen. Dat start eigenlijk een beetje tegelijk. En die conditie die blijft heel lang hangen. Dus dat je als je overgaat, als het veldrijden gaat beginnen, dan stopt de weg en de mountainbike seizoen stopt dan. Dan heb je een paar weken om nog te specificeren naar de veldrijfiets. En dan doe je nog een heel blok duurtraining om te wennen aan die fiets. En gewoon weer een basis te leggen voor het winterseizoen van het veldrijden.
Wat is een blok duurtraining? Want er zullen heel veel mensen zijn die denken van duurtraining, ja. Ja, dan minimaal 4 tot 8 weken duurt dan alleen maar heel langzaam trainen. Oplopende afstanden. Dus een langere duur gewoon. Maar een rustig tempo. Dus dan kan je gewoon daarna de zwaardere trainingen en de wedstrijden beter verteren. Een soort basis voor de rest eigenlijk. Ja. Zullen we even naar het filmpje kijken? En misschien kan jij er wat bij vertellen. Luc, was het bewust of was dit gewoon... Nou, ik zag eigenlijk een paar kinderen proberen. En ik had het al voorgaande jaren ook al gedaan. En toen dacht ik, nou, anders doe ik het ook maar nog een keertje. En toen reed ik omhoog. En is dit een nuttige trainingsvorm of is het gewoon een geintje tussendoor? Dit is spelen. Dit doen ze echt bij de club bij ons als spelen. Want ze spelen en ze leren gelijk balans, met twee wielen tegelijk omhoog bewegen. En daar moet je timing voor hebben, je moet balans hebben. En ja, dit ziet er misschien heel erg makkelijk uit, maar het doet het niet zo. Het ziet er heel makkelijk uit. Ik ga het niet proberen in ieder geval. Ik kan het wel heel goed uitleggen hoe het moet doen, maar zelf voordoen, dat is er niet bij. Nee, als je dit nou zo ziet, en ik zit zelf ook af en toe op de fiets... dan weet ik dat je er ook wel eens lelijk vanaf kan vallen. Is dat iets wat je als vader dan ook bezighoudt? Want ja, er zitten parcoursjes bij waarvan je denkt, nou, dat is pittig. Ik ben zelfs al in een crossje afgestapt omdat ik dacht van ja, ik wil nog langer mee dan vandaag. Is dat iets wat bij jou ook speelt of zeg je van... Ja, kijk, je weet dat je kan vallen. Ik ben zelf ook vaak genoeg gevallen. Maar op een gegeven moment ga je de kinderen vertrouwen. Je leert ze kennen, wat ze kunnen al en hoe ze gaan reageren in bepaalde situaties. En je kan het nooit van tevoren helemaal dicht timmeren. Nee. Dus ja, je leert ze ook om hoe ze moeten vallen. Dus als ze vallen, dan weten ze ook nog een klein beetje hoe ze moeten vallen. Jullie echt valoefeningen? Nou, niet zozeer val. Je legt het al uit. Als er een keer een situatie tijdens een training gebeurt, dan zet je de groep stop. En dan zeg je, in zo'n situatie... Nooit dit of dat doen, want dan gebeurt het volgende. En zo probeer je ze voor te bereiden. En natuurlijk, ze vallen allemaal een keer. Dat is gewoon zo. Wat heb je al gebroken, Luc? Ach. Oh, ja. Nee, want ik denk, nou ja, blauw oog. Of dat je zegt, arm uit de kom. Maar... Nee, alles goed gegaan nog? Oké, de nodige littekens zitten er al. Van vorig jaar. Luc, we hebben ook een paar foto's van jou in actie. Dit is een filmpje. Het is met de telefoon opgenomen, mensen. Dus het is een beetje lastig te zien. Maar er liggen, of er staan eigenlijk twee hindernissen. En ik zou daar gewoon van de fiets af moeten. Maar jij gaat er op een andere manier overheen. Hoe lastig is dat? Als je het oefent, niet. Maar het duurt even voordat je het kan. En dan, ja, ik vind het dan leuker om het steeds hoger en hoger en hoger te doen. En dat ja, is ook een beetje jezelf uitdagen. Okay. En ik kan me herinneren, is dit niet door Mario de Klerk als eerste gedaan? Er was toen een Belg die als eerste dit soort tactieken, maar dat weten jullie niet. Brengt me op een andere vraag. Jullie zitten nu eigenlijk ook met die toppers. Toen ik jong was, heel lang geleden, had je Van der Poel en Mario de Klerk. En misschien jouw tijd Sven Nys. Daar loop je nu tussendoor. Die zijn daar ook, die mannen. Hoe is dat? Hoe is het contact met die mannen? Nou, Mario de Klerk zit bij ons team eigenlijk. En die is sinds dit jaar gestopt met het, de ploegleider bij de profploeg. En die is nu eigenlijk meer aan het focussen met ons. En die is meer aan het kijken naar ons. En die kijkt ook bij de wedstrijden. En die geeft ons soms training bij de trainingskampen. En ja, die leert ons eigenlijk ook dingen. Hey, en Marcel, hoe is dat voor jou? Want jij bent... Ja, dan misschien toch een vreemde eend in de bijt. Je bent en trainer. Word je dan wel door die Belgische helden zeg maar netjes te woord gestaan? Of hoe gaat dat? Willen ze graag hun kennis delen? Nou ja, kijk, ik ben voor hun gewoon een hele vreemde. Ik ben wereldberoemd in Schiedam, maar voor de rest houdt het... Ja, precies. Nee, maar ja, kijk, ik leer ook van hun. Gewoon. Ik probeer... Wat leer je van hun? Ja, gewoon, ik kom zelf niet uit het veld rijden. Ik kom echt, als triatleet ben ik cursussen gaan volgen om trainer te worden. En dus alles wat ik daar zie, en dat sla ik op en dat verwerk ik op mijn manier. En dan ga ik weer toepassen op de jeugd bij de vereniging.
Kan je één ding noemen wat je daar vandaan gesleept hebt? Ik heb leren tubus plakken. Ik zie nou deze foto. Dat is volgens mij echt een Belgisch woord, tubus plakken. Dat is gewoon een band, toch? Of niet? Ja, maar dat zit op een speciale manier op de vellen geplakt. Okay. Misschien kunnen jullie het verhaal bij deze foto vertellen. Want we zien hier een aantal mensen over de streep komen. Maar er is één figuur die mee jij mocht moeten lopen. Nou, dat was een Hamme. En ja, ik was eigenlijk heel erg goed van start. En ik was eigenlijk gelopen op een heel zwaar modderstuk. En alleen nog een Zwitser, Loris Rouillet, die kon mee. En eigenlijk waren we samen eigenlijk naar de laatste rechte lijn aan het rijden. En net voor die rechte lijn, toen klapte zijn achterband. Dus eigenlijk was ik al bijna zeker van de overwinning. En toen de ene laatste bocht vloog mijn tuper af. En toen moest ik nog iets van 400 meter over het asfalt rennen. En toen werd ik uiteindelijk zesde. Oh, oké. Okay. Nou ja. Ja, we zien de en dit is het resultaat daarna. Oh, de fiets. Ja. Okay. Maar ik wil nog even weten, want jij bent trainer, maar je bent zelf ook triathlon atleet. Ik ben begonnen als triatleet. En toen, doordat ik niet... Ik was het niet eens met de manier van trainen waarop de trainers dat voorschotelden. Maar dan had ik zoiets van, moet ik eerst weten waar ik het over ga hebben. Wil ik weerwoord gaan geven. Ja. En toen ben ik cursussen gaan volgen. En van het een komt de ander. En dan krijg je weer nog meer vragen. En uiteindelijk heb je niveau 4. En dat is het ene hoogste niveau in Nederland. Oh, oké. Okay. Ja. Maar kom je nog zelf aan het sporten toe? Moeilijk. Dat is moeilijk. Maar is dat moeilijk? Is dat voor jezelf moeilijk omdat je dan ook niet meer je eigen ding kan doen? Of is het gewoon, geeft het veel voldoening om met Luc te werken? Het geeft heel veel voldoening om en met Luc te werken en met alle jeugd eigenlijk, waar ik training aan geef. Nou, ik ben dit jaar gestrikt voor de zwemtrainingen bij de triathlonvereniging weer. Waar ik eerder begonnen ben als trainingscoördinator. Dus dat zijn allemaal een gedeelte oude gezichten en een gedeelte nieuwe gezichten. Maar daar haal ik wel mijn voldoening uit van de progressie die ik dan zie. Okay. Wat ik probeer te bereiken en als dat dan ook lukt, dan haal ik daar wel voldoening uit. En zelf ben ik geen actief atleet meer. Nee, ik fiets mee, 10 kilometertje lopen door de polder? Nou, dat doe je niet zomaar. Maar ik ga wel gewoon mee met de fietstrainingen. We doen nu met de wielrentrainingen gewoon naar buiten toe met de jeugd. Die trainen buiten het clubparcours. Ja, dan moet je mee. Dus ik ben wel in conditie, maar niet zoals ik vroeger was met triathlons. Oké. Okay. Luc, wat voor type rijder ben jij? Hè? Want we kennen de aanvallende rijder. Iemand die als een gek naar voren gaat. En je kent een beetje de afwachtende de rijder. Wat voor tactiek heb jij? Of heb je sowieso een tactiek als je begint aan een wedstrijd? Hoe gaat dat? Nou, ik vind het niet echt leuk om af te wachten. Dus ja, ik probeer altijd wel de koers zo hard mogelijk te maken. En proberen te demareren. En eigenlijk weg te blijven van het peloton. En dat vind ik ook eigenlijk veel leuker dan af te wachten en dan te wachten op de sprint. En ik ben ook niet de beste sprinter, dus dan weet ik al eigenlijk dat ik het niet ga winnen. Dus dan heeft het eigenlijk ook geen nut om het af te wachten. En dan bijvoorbeeld vierde worden in de eindsprint, terwijl je ook weg kan rijden en dan eerst of tweede kan worden. En spreken jullie dat van tevoren door, zo'n tactiek? Of ga je achteraf nog eens kijken waar het misging? Hoe doe je dat als coach? Of... Nou ja, we proberen wel. We gaan van tevoren parcours verkennen. Vooral bij de veldrit is dat zo. Dan gaan we het parcours verkennen. Dan gaan we de moeilijke passages gaan we bekijken. En daar bespreken we de dingen door. Van bepaalde scenario's die je kan toepassen. En, dus, en achteraf ga je kijken of het ook gelukt is. En dit jaar heeft hij een hele mooie wedstrijd gewonnen. Gavre. En dat is echt een klassieke. En daar hadden we gewoon van tevoren gezegd van... Joh, vlieg er maar gelijk in vanaf de start. En kijk maar wie er kan volgen na de eerste klim. Nou, en dat was niemand. En toen heeft hij heel de weg op kop gereden. Dus. Hartstikke mooi. Hey, nog een vraag. Jij zegt je bent voor 4 jaar onder de pannen eigenlijk. Hè? En dan moet je om de 2 jaar moet je presteren. Even een zwart scenario. Volgend jaar lukt het niet. Misschien zeggen ze bij Laris... sorry Luc Verburg, maar we stoppen er tussentijds mee. Wat dan? Stort de wereld in of? Nou, ik denk niet dat de wereld helemaal instort. Maar ik heb natuurlijk nog 2 jaar daarna. En dan heb ik nog 1 jaar om echt te presteren. En dan kan ik er misschien ook gewoon voor kiezen om als eerstejaars proberen te presteren. En dan als tweedejaars ook. En dan zullen we daarna wel weer zien.
Oké. En hoe kijk jij tegen dat uitgangspunt aan? Is Luc zeg maar een project in de zin dat hij moet slagen? Of ligt het anders? Het ligt anders. Hoe anders? Nou, kijk, ik vind het allemaal hartstikke mooi dat hij het allemaal mee mag maken nu. En zo wordt het ook door andere ouders van toppers gebracht. Van, joh, laat hem lekker genieten. En je ziet vanzelf wel waar het schip strandt. En ik probeer hem daarin te begeleiden en zo goed mogelijk te maken van wat hij zelf wil. En als hij niet meer wil, ja, dan houdt het op gewoon. En je zegt nooit tegen hem, joh, 3 VWO. Ga lekker je VWO doen en accountancy studeren. Dat is een stuk veiliger. Nou, zijn VWO gaat hij sowieso afmaken. Hoor, ze moeten heel hard lachen. Wat dat betreft komt het eigenlijk, contract komt eigenlijk precies goed uit. Want in een 6 VWO, dan zit hij eigenlijk laatste jaar en begin beloftetijd. En tot dan loopt het contract ook. Dus hij heeft eigenlijk zijn VWO afgerond als het contract afgelopen is. En dat is ook iets wat Mario de Klerk ook hoog in het vaandel heeft, opleiding. Er zijn een heleboel veldreizen dus, die dus gewoon studeren tijdens de actieve carrière. En dan kan je altijd nog die keuze maken. Oké. Ik heb nog één vraag. Marcel, jij bent ook mijn zwemtrainer. Kunnen we nu wel verklappen. Toen ik 2 jaar aan het spartelen was, kreeg ik van jou een compliment. Namelijk, dat begint op zwemmen te lijken. Is dat niet een beetje een demotiverende opmerking als coach? Voor triatleten niet. Want triatleten, je ziet hier een foto. Ben ik altijd blij als ze na een uur weer uit het water komen. En plezier hebben gehad. En triatleten zullen nooit topzwemmers worden. Dat heb ik al zo vaak gezegd bij trainingen. Ik ga jullie proberen om de minst moeie manier je eigen door het water kan verplaatsen. En dat je dan lekker kan gaan fietsen. Dat je nog wat energie over hebt voor de rest. Oké. Okay. Zit er een belangrijke wedstrijd aan te komen? Of ben je aan het voorbereiden op een groot evenement? Nou, ik ben me nu vooral aan het voorbereiden op het Nederlands kampioenschap mountainbike. En dat is? In? 16 juni. Oh. Oh, juli. Oké. Okay. Dit jaar? Ja. En eigenlijk ben ik me nu ook aan het voorbereiden eigenlijk op het veldritseizoen. Dat start ongeveer in september. Mm-hmm. Oké, dus we gaan er wel van je horen dan, hoop ik. Hè? Ik hoop het. Ja. Er zitten wat journalisten in de zaal. Jan, heb je het op je eer? Ja, oké. Okay. Mensen uit de zaal die wat willen vragen? Ja. Want heel goed. Ik mis het M-woord eigenlijk. Het? Tussen alle vragen. De M-woord. M. Jeroen heeft hiervoor. Van meisjes. Maar... Oh ja. Ja. Jullie hebben andere vragen, Jeroen. Vertel hem maar. Ja. Ik vroeg me af. Jij rende op een gegeven moment de finish over met die fiets. Is dat nodig? Mocht je hem niet gewoon laten staan en zelf rennen? Want lijkt me... Ja, vroeg me af. Sorry. Nou, volgens mij moet je wel met je fiets aankomen. Maar dat staat denk ik in de reglementen. En ja, ik laat denk ik niet zomaar mijn fiets ergens achter. Ja. Jij dacht natuurlijk, ik laat die fiets lekker staan en ik neem een speurtje. Ja, ja. Nee, ik denk ook wel dat je je fiets mee moet nemen. Ja. Oké. Okay. Jorik, volgens mij zitten we een beetje aan de tijd ook. Hè? Ja, ik wil nog wel, ik vind het vervelend, maar je bent een jonge man. En eten is heel belangrijk. En je hoort natuurlijk allerlei verhalen, hoor je tegenwoordig in de krant en op tv over doping en over middelen die niet gebruikt mogen worden. Hoe sta je daar tegenover? Hoe ga je daarmee om? En ja, hoe zie je dat voor je? En als je dat hoort, wat vind je daarvan? Ja, het is eigenlijk niet eerlijk. Maar ik heb ook in mijn contract staan dat als ik doping gebruik, dat ik gelijk uit het team word gezet. Dus dat is eigenlijk ook al sowieso een reden om niet te doen. En eigenlijk moet je het al sowieso niet doen. Nee, precies. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, want voor die keuze hebben andere topatleten of topsporters natuurlijk ook gestaan. Dat je dan net eventjes, als je dan iets, een bepaald middel neemt, dat je net eventjes dat stukje wat je dan tekort komt kan... Weet je, de verleiding is groot misschien. Heb je wat bij je? Nee. Ja. Maar ja, misschien is het ook niet altijd hun keus. Misschien wordt het ook wel door mensen achter de schermen waarschijnlijk aangespoord. Nou, stel dat ze jou zouden vragen van, joh, luister, we kunnen jouw conditie wat verbeteren met dit pilletje. Dan is dat toch moeilijk? Nou, ik zou nee zeggen. Oké. En ik zie je vader ook al schudden. Ja. Nee. Maar is dat een item in jullie sport?
Ik denk dat het op een nog grotere schaal voorkomt dan dat mensen denken in alle sporten. Mm. Oh, dus, en ook in Rijnlandse sport. Ja. Ja, dus, zeker alles, duursporten alles, alles wat duur met duursport maar te maken. Maar hoe blijf je zuiver dan? Hoe, ja, ja dat is, daar kan je echt hele avond over voorpraten. Ja. Ik heb bij Thijs Sonneveld een lezing meegemaakt. Die zei van, ja, wat is nou doping nemen? Doping nemen is iets tot je nemen om je een voordeel te verschaffen ten opzichte van je tegenstanders. Ja, en eigenlijk is een aspirintje nemen is al doping nemen, want je wil pijn onderdrukken. Die pijn die andere sporten wel gaat krijgen. Dus ja. Moet zo schoon mogelijk. Ja, nou ik vind het ook hoor. Ik vind het hartstikke goed wat je doet. Dus, en blijf zo. Oké. Okay. Hey, heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Ja. En, zijn er nog vragen, Marco? Nog andere mensen? Die wat niemand? Dan gaan we door. Dat is allemaal duidelijk. Ja? Hey, fijn dat jullie er waren. Ja. Ga nog even zitten. Leuk, bedankt.